Je kijkt naar Twentyfer met Rutger en Denise. Je kijkt naar Twentyfer, wordt het lekker op je vlies. De ingrediënten liggen klaar, stoel een schietgebedje maar. En hoop dat het koekjesdiner vandaag lukt. En wat heb je nodig? Koekjesvla. Decoratie tubes. Margarine. Alles vies. Nou, dat begon goed. Nou, hallo allemaal. Hallo. En welkom bij deze hele speciale versie van 21st Kitchen. Het is vandaag een hele bijzondere 21st Kitchen, namelijk eentje voor het goede doel. Ja, steeds meer ouderen worden eenzaam en daar kunnen wij samen en jullie iets aan doen. Ja, maar hoe dat precies in werk gaat hoor je straks. We hebben van Melkunie deze koekjesvlaas gekregen. Ik heb hier bijvoorbeeld een heerlijke gevulde koekvla. En ik heb hier de roze koek en de stroopwafelvla. En dat is echt super leuk, want je hebt nu het perfecte excuus om na je normale maaltijd nog gewoon koekjes te eten als je dit als toetje neemt. Maar toen dachten wij, in een perfecte wereld zou het voor- en het hoofdgerecht ook uit koekjes bestaan. En dat gaan wij vandaag doen. We gaan namelijk een geweldig koekjesdiner maken. Het voorgerecht bestaat uit een stokbrood van koekjes. En als hoofdgerecht gaan we een pizza maken en die dan ook versieren met glazuur en marsepein. En nou ja, als toetje hebben we natuurlijk de lekkere koekjesvla. En dan hebben we dus een compleet diner van koekjes. Dat is toch heerlijk. Geweldig. Dus laten we maar heel snel gaan beginnen. Yes. Pak even zo'n weegmoment. Hoe noem je dat? Deze is groter, maar dan deze zie je weegt wel 200 gram van zichzelf. Ja, maar dan kan je hem zo op nul zetten. Hè? Oh, oké. Dat wist ik niet. We beginnen met 400 gram tarwebloem. Oh. Stop, perfect. Ja, ik zie nog. Ja. Perfect, ja, perfect, 400. Heel goed. Bedankt. Heel knap hoor. Dat vind ik leuk. En dan 300 gram boter of margarine. Oh, dat wordt dus boter. Nou, deze is heel zielig dat je die niet gebruikt. Ja, die is toch al open. Laten we nou die maar doen. Je moet, ja, en hoe is dat ook weer gebeurd dat die open ging? Nou ja, af. Oh. Erg wat je doet. Heel erg. Oh. En vies hoor. Je kan hier van de vloer eten. We moeten hier nu een bordje met pas op glad. Pas op, lang niet gedweld. In plaats van net gedweld. Godver. Oh, goor. Je hebt vet haar. Nou, dit moet twee keer schoonmaken hoor, jongens. Oh, heel de boter is rood. Echt? Wacht even hoor, dit heeft even wat tijd nodig. Eeuw, ik zie heel je mond hierin. Weet je dat zeker? Zo. Bright and shine. Ga aan je eigen lippen gedaan? Nee. Hier zit het helemaal onder. Hoe kan dat nou? Ik kan er wel even uit. Ging die ook tegen jouw neus misschien? Nee. Maar doe even je neus af, het zit helemaal. Nou, ga maar kijken in de spiegel. Nou, hier precies eronder, allemaal boter, heel veel. Ja. Oké, heb je een mes? Misschien. Hoeveel moest er zijn? 300 gram. Hier houden we het mee hoor. Ja. Oké. 200 gram basterdsuiker. Oké. Ik denk dat dit sowieso er wel in moet. Oh, gezeefd. Ik pak net een zeef. Oh, mislukt. Maar hoe wil je dit gaan zeven? Ja, weet ik ook niet. Er gebeurt niks. Oh. Misschien moet je het gewoon in de zeef, zo? Nou ja, zo dan. Nu moet er nog volgens mij een snuifje zout bij. Een snuifje zout? Nee, het heet een snufje zout. Oh, een snufje zout. Een snuifje zout. Een snufje is het. Klaar, stop. Ja. Nou, alles zit in de kom. En dan gaan we dit nu... Kneden maar. Kneden. Het ruikt naar boter hier. Ja. Als jullie het konden ruiken, dan was het 20 Geur Kitchen. Als je de Denise kon ruiken, dan was het 20 Mirror Kitchen. En als je Denise haar dieptes leven zou filmen, was het 20 Slur Kitchen.
Zal ik ondertussen even de bakplaat met papier doen? Nou, wat een goed idee. Nou, oké. Okay. Dat jij initiatief toont. Ja, dat is nieuw. Zo, ga je lekker? Jongens, het lukt aardig ineens. Leuk! Ik wil niet veel zeggen. Maar? Dit is een mooie bal. En ik heb er verstand van. Het deeg is klaar, soort van. Wordt brood van. Stofbrood. Oh, wat voelt dat lekker zeg. Dat je dat nog niet hebt gezegd. Maak hem eerst even grof in model. Heerlijk voelde het. En een stofbrood heeft natuurlijk van die lijntjes zo bovenop, toch? Zo. Ja, een aantal schuine lijntjes. Leuk. Ja. Nou, ik laat het wel een beetje zien. Laat het maar zien. Oh, oh mami. Ja. Oh, we hadden de oven kunnen voorverwarmen. Maakt niet uit, joh. Altijd. Kunnen we niet twee pizza's? Ieder een eigen? Ja! Oké, is goed. Tuurlijk! Ja, dat is slim. Nee, dat moet je niet zo doen. Nee, zo. Is het nou echt je best dan, wat je doet? Dit? Ja? Nou, ik zie het. Vind je het niet mooi? Nou, ik denk dat een kind het beter kan. Nou, maar het is alleen maar erger. Ach, laat liggen, nou maak je een stuk. Ach, maar dit was juist typerend voor jou. Ga alweer opnieuw beginnen. Dat mag nooit. Dan moet je eerst bloem erop gooien. Heb je het toch bij Rudolf gezien? Oh ja. Kijk. Sorry, Rudolf. En Rudolf, weet je al of je een keer met ons mee wil doen? Kijk hoe leuk. Erg leuk. Eigenlijk wil ik mijne nu opnieuw doen. Nee, dit is het resultaat. Hiermee zullen we het doen, dat is mijn uitspraak. Gaan ze voor onbekende tijd gaan ze erin. Dit zijn ze dan. De pizza bodems, ze zijn goed gelukt. We laten ze even afkoelen, want anders dan smelt alles wat erop gemaakt. Maar we hoeven niet stil te zitten, want we kunnen alvast... Ga maken wat we erop doen. Ik ga worst maken, salami. Lekker. Ik ga een stukje groene paprika maken. Oh, wat leuk. Ga ik er eerst balletjes van rollen. En dan druk ik die denk ik gewoon plat. Ja, kijk eens even. Leuk. Een echte salami. Dat is paprika en spinazie. Of spinazie. Boontjes bedoel ik. Salami hebben toch altijd een beetje witte puntjes? Ja. Dus die ga ik van wit glazuur maken. Leuk. Dit is vet leuk. Het lijkt net echt salami. Oh, is dat dan ineens tomaat? Terwijl het hetzelfde uitziet als mijn salami. Ja, maar er komen nog pitjes in voor een tomaat straks. De pizza is inmiddels afgekoeld. Dan kan de tomatensaus erop. En dat doen we met dit rode... Een decoratietube. Glazuur. Oh, wow, die kleur! De perfecte... Mooi! De gesmolten kaas. Wat lekkere witte chocolade is. Mmm. Huh? Staat hier nou... Kijk wat hierop staat! Hallo! Hallo! Niet Aloy, maar staat al. Hallo! Deze hebben we echt al 30 jaar. Ja, die is ook zo oud. Hallo! Misschien had die mevrouw die wel. Ik ga nu mijn tomaatstukjes verspreiden. Nou, bij mij hetzelfde, maar dan is het salami. Nou, ik vind hem geweldig bij jou, Rutger. Rudolf zou trots op me zijn. En tot slot, bij mij als finishing touch, doe ik er parmezaanse kaas over. En dat is deze witte chocoladepoeder. Nou. Zo, geweldig. Nou, onze pizza's zijn klaar, dus het is tijd om de boel even op te ruimen, de tafel wat gezelliger te maken. Want dan is het tijd voor ons romantische koekjesdiner. Nee. Nou, welkom bij ons koekjesdiner. Het voorgerecht staat klaar, leg het maar neer. Heerlijk, ik pak het stokbrood er even bij. Vers gebakken stokbrood. Erg goed gelukt, kijk met... Leuke ribbeltjes erin. Nou, hij snijdt al goed. En wat wordt de kruidenboter? Nou, daarvoor heb ik heerlijk vers geklopte slagroom. Mm. Oh. Hoor je dat lekkere geluid? Laten we eventjes proosten. Proost op een heerlijk romantisch diner, Rutger. Ja. Al waren alle stokbroden nou zo lekker als dit, dan had ik alleen nog maar stokbrood. Na dit heerlijke voorgerecht is het nu tijd voor het hoofdgerecht. Ja, de pizza. Nou, het zal me benieuwen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik heb met een stukje tomaat. En jij? Met alles eigenlijk. Daar gaat-ie.
Heerlijk. Nou, de tomatensaus is ook erg lekker. Volgens mij is dat E318 dat zo lekker is. En dan sluiten we het koekjesdiner af, geheel in stijl, met deze koekvla. Drie smaken, welke wil je? Ik wil dan de gevulde koekvla. Die wilde ik eigenlijk ook, maar dan ga ik toch maar voor de je mag wel een hapje stroopwafel. Van mij. Ja, is goed. Aanvallen maar. Geniet van het laatste onderdeel. Gewoon een hele maaltijd voor hoofd en nagerecht. Dat bestaat uit koekjes. Beter kan niet. Nee, toch? Erg lekker ook. Heerlijk, zeg. Maar zoals we aan het begin van de video al zeiden, is deze 24 Kitchen voor het goede doel. Want jullie kunnen helpen om ouderen een ontmoetingstuin te laten krijgen. En dat kan heel erg simpel. Steeds meer ouderen worden eenzaam en zo'n ontmoetingstuin kan gewoon heel veel voor die mensen betekenen. En het is heel erg leuk als jij ook bij je opa of oma of bij een ander oud iemand die je kent om een keertje op bezoek te gaan. Want dat vinden ze heel erg gezellig. Ja, wat is nou leuker om zo iemand blij te maken? Ja, nou wij weten het zelf ook met oma Miet bijvoorbeeld. Ja, en als je dan langs gaat bij je opa of oma, eet dan een heerlijk kopje vla naar je eigen keus. Neem het mee als verrassing en eet het samen en maak er vooral een vlavi van. Een vlavi, dat is natuurlijk een selfie, maar dan met je opa en oma en een schaaltje vla. En als je die dan uploadt op de link die in de beschrijving staat op die website en er zijn genoeg foto's ingezameld, dan doneert MelkUnie een oudere ontmoetingstuin aan het ouderenfonds. Nou, en dat zou toch geweldig zijn. Een goede actie. Ja. Nou jongens, dit was de hele speciale koekjes 24 Kitchen, het koekjesdiner. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Maar vooral dat jullie de vlavi gaan maken. Zoek een keer een oud iemand op, dan maak je hun dag echt helemaal goed. Als je deze video leuk vindt, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En laat in de reacties weten wat je van de video vond. Want dat vinden wij altijd heel erg leuk om te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week Thursday. Doei! Dames en heren, de video